Het Maatjesfeest. Het mag eindelijk na 2 jaar coronastilte terug doorgaan hier op de Grote Markt. Een organisatie van Luc Vies en van Karel van Café Sava. Dat maakt er altijd een heel groot feest van. Ik zou zeggen, geniet mee. Vergeet niet een duimpje te geven en jullie te abonneren. En ik zie jullie straks terug. Heel gelukkig en tegelijk ook een beetje ongelukkig, want bijna alles is op en we zijn nog geen 7 uur, denk ik. Hè? Wat bedoel je met alles op? Maatjes en paella? Maatjes zijn weg, paella is weg, calamaris hebben we nog, bakkaring is weg en de laatste 1000 dusters zijn ze aan bezig. Dus. Het is wel goed nieuws voor alle handelaars rond de Grote Markt, die zitten ook allemaal stampvol. En dan kunnen die daar eten, maar ja, we hebben inderdaad te weinig. Maar het is ook zo, het is verse waar. Hè. Het is niet zo gelijk een vat bier dat je teruggeeft aan een brouwer, het is gewoon verse waar. Ja. Dus ik wil wel leeg zijn, maar dit was echt te vroeg. Ja, dat komt een brand beter, hè. Ik zie je zo denken. I'm trying to make some sense of it all. Een maatje is een jonge haring, 2 of 3-jarig, geen volwassen haring. Dus maatje komt van maagdje, nooit gepaard. Hè? En die jonge haring het voorjaar eten zich helemaal vol aan kril, dat zijn kleine garnalachten en aan plankton en zo. Dat groeit als een bloeiend water is, dus als de zon hard schijnt, dan gaat die van 15% vetgehalte naar 25%. En dat maakt dat dat maatje eigenlijk zo toegankelijk is. En dat is, ik weet niet hoe lekker, dan ligt dat in een zachte pekel, dat begint te rijpen. En als dat dan op zijn hoogtepunt is, dan snijden we die en dan kunnen we die opeten. Dat maakt het verschil tussen een maatjesharing en een jonge haring? Nee, maatje is sowieso een jonge haring. Ja. Maar van volwassen haring kun je pekelharing maken, bakharing, haring in zuur, gerookte haring. Maar alleen van jonge haring dat nooit gepaaid heeft, kun je maatje maken. Die worden eigenlijk opgezogen tegenwoordig, niet meer gevangen, maar opgezogen. Dat water gaat terug van boord. Dan worden die gekuist, maar gekuist via hun kieuwen. En ze laten enkel de alvleesklier zitten. Dus de ingewanden zijn weg, maar de alvleesklier blijft zitten. Dat geeft een enzymatische werking. Dat is eigenlijk de fase voor het rotten. Maar als je die laat rijpen, niet rotten, en op zijn hoogtepunt snijd je die en je degusteert die, dan heb je een perfect maatje dat trouwens heel toegankelijk is. Want wat eet een zieke mens graag? Een maatje of kippensoep, hè? Dus gezond een maatje? Amai, absoluut. Dat is wel vet, maar dat is van dat gezond vet van omega 3. Dus je moet daar echt geen zorgen in maken. Het is gezond en het is ook nog altijd goedkoop. En er zit haring genoeg in de zee. We'll be right back.
Zo, hier besluiten we dan deze vlog. Het maatjesfeest zal nog wel even doorgaan, ondanks dat de paella en de maatjes uitverkocht zijn. Maar er is ook nog heel wat muziek, dus nog sfeer genoeg hier. Ik hoop dat jullie ten volle genoten hebben van deze vlog. Is het zo, een duimpje omhoog. Niet vergeten ook te abonneren, want zo mis je mijn volgende video niet. Maak er nog het beste van en kom zeker volgend jaar naar het maatjesfeest in Mechelen. Salut!